Jammer genoeg zit er niet zo heel veel ontwikkeling bij bedrijven als je kijkt naar de acquisitie. Zeker de laatste 10, 15 jaar, ik zit al heel lang in dit vak. Ja, echt heel erg veel veranderingen zie ik niet. Ik denk dat we toe zijn aan een nieuwe tijd. Als je kijkt naar klanten toe, tegenwoordig natuurlijk ontzettend veel per e-mail, doe het niet. Bellen doet wonderen. Pak die telefoon, het is effectiever, het is sneller, het is makkelijker en je kan indruk maken. Het is de tone of voice die je in je mail niet kan zetten, die je aan de telefoon wel kan. Indruk maken is onderscheiden. Dat is de enige manier om je te onderscheiden van andere bedrijven. Laat je andere bedrijven lekker mailen, prima. Maar jij moet het vooral niet doen. Jij moet onderscheidend zijn en dat is de telefoon pakken. Vertel is een marketingbureau, een innovatief marketingbureau, gespecialiseerd in het geven van trainingen op verschillende onderdelen, maar uiteindelijk altijd met dat commerciële resultaat als focus. En dat is maatwerk, dus dat is voor ieder bedrijf toch weer anders. Dat betekent zeker niet dat je je hele acquisitie uit hoeft te besteden. Er zit verbazend veel kwaliteit vaak in huis. Maar gun het dan wel je eigen mensen om ook gewoon goede training te krijgen. Dat ze het ook kunnen en dat ze zich daar ook in een bepaalde manier ook comfortabel bij voelen. Hi, Jacqueline, welkom. Leuk. Kom verder. Een training ziet er als volgt uit, 2 dagen. De eerste dag gaat het totaal over theorie noemen we het, maar we laden eigenlijk de cursisten met allerlei praktijkvoorbeelden. De tweede dag is het wat je geleerd hebt ook daadwerkelijk gaan doen. Dat doen we bij ons op kantoor, maar dat doen we ook bij de klant in het bedrijf zelf. Een stukje onderhoud komt daarna dan nog wel om tot het beste resultaat te komen. Goedemiddag. Een goede training is een training wanneer mensen het ook daadwerkelijk direct in de praktijk kunnen gaan doen. Dat ze ook resultaten zien. Het zijn commerciële mensen over het algemeen, die acquisitie doen. Die hebben maar één belang, die willen zo snel mogelijk commercieel resultaat. En dat moeten ze gaan boeken. Als ze dat hebben, dan is het een goede training. Naar mijn idee kan je natuurlijk het hele jaar door kan je trainen, maar gebruik juist eens een keer een rustige periode. De zomermaanden bijvoorbeeld, dat je zorgt dat jouw mensen in september er ook echt klaar voor zijn. En dat ze op dat moment kunnen vlammen voor het einde van het jaar en perfect af kunnen sluiten. Gun je bedrijf, maar gun vooral je werknemers goede training als het gaat om dit vak. Acquisitie is echt vakmanschap en heb je training bij nodig om je vak goed te kunnen onderhouden.